Speech. Wacht, ik ben mijn speechjas kwijt. Koen. Goed. Je bent Wacht, ik ga mijn speech pakken. Nee, nee, kom maar mee. En die zijn we voor de eerste prijsuitreiking. Nu kost dat 1 euro. De conclusie, na 2 maanden winkelen. Winkelen is heel leuk. Winkelen is goed. Mevrouw, jij mist ook een winkel voor mij. Ja, hij is nu aan het filmen. Want je bent een van de trouwe klanten en je hebt de prijs gewonnen van de beste klant. Applaus! Beste klant! Samen met die mama, is er vandaag gekomen. Je zou waarschijnlijk willen weten van hoe gaat het nu verder. We gaan proberen de winkel verder te zetten, maar dat zal nog even duren. We hebben die 2 maanden gedaan, we hebben daar veel tijd in gestoken. En we hebben nu voorlopig die tijd niet meer. Maar we gaan een project indienen bij de stad Gent. Om te proberen verder te gaan. En we gaan extra vrijwilligers zoeken. En we gaan proberen onze zonder winstwinkel toch een klein beetje winstgevend te maken door de prijzen ietsje duurder te maken. Bijvoorbeeld, chips. In plaats van 5 cent worden zij 5 cent. Cola en limonade. In plaats van 30 cent wordt ook 50 cent. Maar we gaan dus de prijzen een heel klein beetje aanpassen. We hebben, dat is ook een primeur, een deal met de sociale kruideniers. We kunnen bij hun inkopen doen, want anders kunnen ze een probleem naar de winkel gaan. We kunnen dat telefonisch doorgeven. We zoeken nog wat extra vrijwilligers. En in afwachting starten we met een echte snackautomaat. Hier zitten al een aantal dingen in. En dat zijn dingen van de top 10 producten. We gaan nu alles uitverkopen en in de automaat, maar er kunnen ook altijd nieuwe dingen bij zijn. Heb je nog ideeën? Ik zou dit of dit of dit willen, kan je ze hier opschrijven. Terwijl het niet te groot zijn, want we moeten dat invullen. Maar dan heb ik nog fantastische nieuws. Er komt, en dat is officieel, een broodautomaat. Binnen een maand of zo. Ja. Binnen een maand komt er een echte broodautomaat. Voilà. Dan hebben we nog een keer gevonden. Iedereen, heel erg bedankt. De klanten, de vrijwilligers, misschien moet ook een officiële prijs nu uitgeven aan een van de topvrijwilligers. Kom maar mee, camera. We gaan een prijs uitreiken aan, hier ook aan Helin. Die heeft de prijs gewonnen samen met Noor en Maffa voor de beste promotor. Applaus voor Helin! En Helin was kassierster bij het filmpje van. Even denken. Van Kim Jong-un, hè? Ja. Maar daarachter staat Tine, die ook een prijs gewonnen heeft voor beste winkel. Yay! Verantwoordelijke aan kassa 1. Samen met Aisha, die waarschijnlijk straks nog komt. En dan hebben we ook nog een belangrijke... Wacht, ik heb nog iets tekort. Wilt vonden? Ik ben amper jaloers. We hebben ook nog, hoe dat van camera veranderd heeft, van de meest beloftevolle winkel van Kastje. Je hebt ook een prijs gewonnen. Van de meest beloftevolle winkelverantwoordelijke is gaan lopen. Maar we hebben nog prijzen, denk ik. Wacht hè. Hier, de prijs van de beste winkelorganisator. Honker heeft heel onze etalage ingewikkeld. We hebben nog prijzen. Oh, Wouter. Waar is Wouter? Om de hoek. Wouter heeft zich gestort. Kom, zo zijn camera, kom mee. Wouter, zit onder de film. Wouter. Ja. Wouter en Sina hebben de prijs gewonnen. Prijs? Voor... beste technicus. Woe!
vastgemaakt. Die uitvoering is gemaakt. We hebben één probleem. We hebben geen medailles meer. Maar we gaan er kopen in de winkel. Of ja. Ja. We gaan er... ja, oké. Okay. En... een gedeelde medaille voor water en sinaas. Alsjeblieft. De beste pasta. Applaus. Applaus. Oké, dit was de eerste speech. Binnen 5 minuten speech. Oké. Die valt u uit te stoppen.